Ja, ik heb er gewoon heel veel zin in. En we hebben natuurlijk al een lange voorbereiding gehad. En nu dat we dan op Papendal de laatste dagen hebben, dat maakt wel extra van oké, zondag gaan we al. Dus ik heb er gewoon heel veel zin in. En heb je dan ook toch een beetje het gevoel van, oh, wat duurt het allemaal lang, zeg, totdat het begint? Nou, ik moet zeggen, het ging eigenlijk best wel snel, de voorbereiding. We waren namelijk eerst naar Spanje gegaan en toen nog naar Zweden en nu dan nog even op Papendal. Dus, en we zijn tussendoor ook nog een paar keer thuis geweest. Dus op zich vond ik het eigenlijk nog best wel snel gaan, maar ik kan niet wachten om te beginnen. En wat heb je dan een beetje voor beeld voor je van die Spelen? Ja, ik denk dat het sowieso wel anders zou zijn dan de vorige keer in Japan. Omdat toen natuurlijk met corona. Maar alsnog, ja, het blijft alsnog gewoon hetzelfde handbaltoernooi als op een WK eigenlijk als het ware. Dus ja, daar moeten we niet te hoog verwachting van hebben. Maar gewoon het helemaal alles eromheen, dat zal vooral anders zijn. Maar wel echt heel gaaf. Dus ik heb er heel veel zin in. Ja, want als je dan inderdaad het vergelijkt met Japan, hoe anders is dit dan? Ja, daar was natuurlijk geen publiek. Dat mocht er niet zijn. En het was natuurlijk best wel ver. Met corona had je natuurlijk andere maatregelen. Maar ik denk, ja, nu kunnen familie en vrienden heen. Dus dat is wel heel gaaf. Ja. Is natuurlijk... En komen die ook? Ja, er komen ook familie en vrienden. Ja. En dat is wel heel leuk. Tegen Angola, de eerste wedstrijd, is er al familie en wat vriendinnen. Dus dat is wel heel erg leuk. Ja. En wat is dan nog meer echt zo'n typisch gevoel wat alleen bij de Spelen naar boven komt en niet bij een WK? Nou ja, je zit natuurlijk met alle de beste atleten van de wereld zit je natuurlijk in een dorp. En iedereen gaat voor hetzelfde resultaat, namelijk goud. Ja. Dus ik denk dat dat wel gewoon heel gaaf is. En ja, natuurlijk alle wedstrijden zijn gewoon... Het worden hele goede, spannende wedstrijden. Dus dat is wel... dat zal heel anders zijn dan een WK waarbij je alleen maar met de handbal zit. Ja. En dan zit je in zo'n dorp met allemaal andere sporters. Welke sport volg jij dan nog meer? Ja, eigenlijk, ik weet nog van vorige keer in Japan dat we eigenlijk bijna wel alle sporten hebben gekeken. Omdat we toen natuurlijk ook veel op in ons appartement zaten. Hebben we eigenlijk gewoon de laptop aangezet en heel veel sporten gekeken. Dus ja, ik vind het van alles leuk om te zien. Nu is het ook natuurlijk leuk dat er volleybaldames zijn. Dus dat vind ik ook heel leuk om te zien. Dus ja, eigenlijk van alles. Maar ik denk misschien wel atletiek dat ik het nog het leukste vind. Omdat dat gaat zo snel en dat is wel heel tof. Ja. En heb je daar dan ook iets aan als je in Parijs bent? Om dan ook juist met die andere sporters te sparren of te praten? Nou ja, dat hebben we vorige keer natuurlijk niet gedaan, omdat het niet echt kon. En ik denk dat we vooral ook echt moeten focussen op onszelf. Maar zeker als je met iemand in gesprek komt, is het natuurlijk wel heel interessant om te zien hoe zij erin staan en hoe zij het beleven.